We emigreerden eind september 2020 naar het Griekse eiland Tinos. Zo'n pareltje in de Griekse Cycladen waar wij in ieder geval nog nooit van gehoord hadden. Nee. Toen we daar eenmaal waren zaten we in verschillende B&B's, maar uiteindelijk vonden we ons droomhuis daar. Ja, ja. Een villa met een fantastisch uitzicht over de zee. Hoe we die villa gevonden hebben en ja, hoe dat op ons pad kwam en hoe we dat geregeld hebben, dat vertellen we in deze video. En op die droomplek hebben we Filou haar tweede verjaardag gevierd. Met z'n drietjes, 's ochtends aan het ontbijt. Appeltaart gebakken, wat we later op het strand getrakteerd hebben aan mensen die we daar hebben leren kennen. En daar ook een illegale delicatesse op haar verjaardag hebben gegeten. Nou, dat zie je allemaal in deze video. Wij zijn Dutch Nomad Couple, Angela, Tino en samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond. Nou, bijna een jaar later zijn we nu bezig met het maken van een fotoalbum van onze tijd in Tinos. Het is zo leuk om door alle herinneringen te gaan, echt weer de reis te herbeleven. Wat we leuk vinden aan fotoalbums is dat je hem ook daarna, ja, je ontvangt het, een soort cadeautje en je pakt hem uit, je hebt iets tastbaars en dan zie je die mooie foto's en ga je door alle herinneringen heen. En als je dan ook ziet hoe klein Filou toen was, hoe snel dat gaat, is echt... Dus ja, echt heel blij met de foto's. Dus we gaan er een mooi album van maken. Ja, we hebben gekozen voor CW, een beetje onderzoek gedaan. Maar zij zijn de enige waarbij de foto's echt nog belicht worden op fotopapier. Ja. Veel merken werken met geprinte albums, kan bij hun trouwens ook. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe onze foto's straks in het album eruit zien. Dus ja, maar dat is natuurlijk ook waar de video nu over gaat. De herinneringen. Dus we gaan niet te lang stilstaan bij de foto's. We gaan over naar de videobeelden van onze reis door Tinos. Ja, daar zijn we. We zijn er in Tinos. Het was nog wel een pittige reis nog, al met al. Daar gaan we. Naar het vliegtuig. Maar niet alleen de reis, maar ook gewoon het vertrek weer uit Nederland. En we zijn gewoon de afgelopen weken vooral daarmee bezig geweest. Nou ja. En daarnaast nog een beetje brainstorm voor Dutch Nomad Couple. Precies. Ontwikkeling. Ja, en, ja, alles tegelijk. Vooral inderdaad weer het afscheid. En ja, dat is ook vermoeiend. En kijk eens wie daar lekker ligt te slapen. Ah, helemaal moe. Ja, het is echt super goed. Ja, echt super goed. Echt een reiziger. Ja, echt. Het is 3:30, best vroeg. Filoutje slaapt nog even lekker. En dan gaan we zo Schiphol inchecken, de security check. We hebben de QR-code van Griekenland ontvangen, dus we zijn welkom. Oh. Ja, had ik nog niet gezegd. Nee. Maar die is binnen. En het ziet ernaar uit dat we over een kleine 6 uurtjes van nu voet aan wal zetten in Griekenland. Net even lekker ontbijtje gehad. En dit kleine meisje die rent vrolijk rond op naar het vliegtuig, hè? Ja! Met Aap. Aap gaat mee. En de afstandsbediening, hè? Die ook. Ja. Ja. Hartstikke goed. Je bent er klaar voor, liefje. Daar gaan we. Naar het vliegtuig. We gaan zo even kijken waar de haven is. Want we gaan met de ferry naar Tinos, dat is 1/2 uurtje varen. Zo. En nou, we moeten even uitzoeken waar de haven is en welke ferries er gaan. We weten dat de laatste 2:15 gaat. Dat gaan we makkelijk halen, het is nu 11 uur. Ook wel weer leuk. Dus we hebben de trein, vliegtuig en de boot. En dan straks de auto. En een stuk gelopen. Alles gehad. Dus we nemen de bus naar de haven. Dus ik denk 10 minuutjes rijden. 2 euro, 3 euro, dus dat is perfect. En dan met de ferry. Een uurtje varen. Je ziet het eiland al achter mij. Dan stappen we in de huurauto en naar de Airbnb.
op naar het huisje. Ben benieuwd. Ja, dat is de volgende verrassing. Verrassing, ja, precies. Dat is wel mooi hoor. Ja, is het mooi? Wat is er zo mooi? Nou, dan zie je zo het zonlicht over de zee. En omdat we natuurlijk nu op een nieuwe plek zijn, een nieuw huisje hebben voor ons drieën, ook voor Filou, hebben we voor Filou een cadeautje meegenomen. Ja, uitpakken. Muis! Ja! Oscar die helpt Muis om bij de citroenen te kunnen. Slurp, slurp. Wat is dat voor geluid, Muis? En we sluiten het af met een... Hoezo? En ik zit lekker onder mijn kleedje. Had je al even kunnen zeggen. Ja, maar dat is juist het leuke. Ja, moet gewoon even... Waar. Niet allemaal zo georganiseerd. Dat is zo. Dus we hebben een heerlijk eerste weekend gehad hier in Tinos. Oh, het was echt genieten. Ja, eerste indruk is supergoed. Ja. En ben benieuwd naar de oezo. Ik ook. Ja, maas. Oh. 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 Dat worden er nog veel meer. Oh, zo lekker. Dat is lang geleden. Ja. Goeie... Ik heb ooit bij een Griek gewerkt in Dordrecht en daar gingen de oezo's wekelijks in de weekenden nog goed doorheen. Ja, is dit een goeie? Ja, het is echt een goeie. Lekker zacht. Zo de shiitake dan. En borden gooien. Oh, dat lijkt me een goed idee. Ik kan zeggen dat we blij zijn dat we hier zijn. Ja, we zeggen al wat een leven. Ik denk dat we er een tegeltje van moeten gaan maken. Ik denk dat dat een goed idee is. He? Wat een leven. Zullen we dat doen? Een tegeltje. Dat is een mooi Delftblauw tegeltje. Ja. Wat een leven. Ik zie hem wel voor me. Jammer. Jammer. Ja, 's ochtends vroeg stappen we altijd in de auto richting de bakker. Een verse bakker hier verderop, zo ongeveer 10 minuutjes rijden. Naast dat ze heerlijk brood hebben, heb je gelijk als 's ochtends een fantastisch mooi ritje met uitzicht op de zee. Hè, Filou? We gaan eens even kijken of ze weer wat andere lekkere dingen hebben. Ze hebben een keer van die eclairs gehad. Muffins, carrot cake, die was minder. En we gaan kijken wat ze vandaag voor ons klaar hebben staan. Nee, niet voor ons, maar gaan we rijden. Yes, blij, blij, blij. Op je mooie bolletje. Allebei. En daarachter, helemaal beneden, dat is Tinos Stad of Shoras. En daar komen alle ferries aan. Daar komen er nu alweer twee aan. En het grappige is, we zitten hier op de berg. En als ze aankomen hoor je echt die toeter van de boot, die scheepshoren. Dus je weet precies wanneer de boot aankomt. Het enige is, als je die boot moet hebben, ben je wel te laat. Want we hebben ongeveer een kwartier nodig om beneden te komen. 20 minuutjes zelfs. Maar prachtig uitzicht. Je ziet zo die zon een beetje opkomen. En het is een beetje heijig nu, een beetje stoffig. Dat het schijnt te komen doordat er Sahara-zand in de lucht zit. Het is ook heel warm. En daardoor krijg je een beetje zo'n heijige gloed. En gisteravond was het gewoon helemaal gouden lucht door die stof wat in de lucht zat. Mooie foto's van gemaakt. Kijk. Waar zijn we? Oh, bij de bakker. Zullen we er dan maar uitgaan? Maar mijn papa alleen nog even kapje op, hè. Goed door je neus. Zo. Kijken! Ja, je gaat kijken. Ik zie het. Chocolate? Chocolate. Okay. Ja, de... One piece. Ja, yeah, one piece is enough. Yeah. De bakker dus, waar we elke ochtend lekker brood halen en dus allemaal lekkere gebakjes. En meestal neem ik ook even een espressootje of een cappuccino mee. Dus dat is een goede start van de dag. Oh, gezondheid! Eieren! Die staan ook precies op jouw hoofd. Opa! Hij is al open. Filou is grote vriendinnen met dat meisje hier achter de balie. En nu kreeg ze weer een donut mee. Voor niks. Zo lief. Heeft ze kraan nog even koffietje drinken? En Filou wil even sturen. Kikker! 1, 2. Haan! Een haan, hè? De bakker heeft een haan, ja. Kikker!
Kukkulukku. Ik hoor hem ook te gaan. Hoor jij hem ook? Zo. Ja. Ja, hè. Dieter. Dieter. Wie? Wij zijn er klaar voor. Terug naar mama. Oh ja, het ziet ook heerlijk uit. Laat maar zien aan iedereen. Zo, kijk. Oh, dat is niet handig. Oh. Nou, mama is net geveegd, dus dat kan nog. Zo. The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. This is the square of this village. It's beautiful, and I think during summer it will. But now it's just a beautiful square. Oh, dat hoeft helemaal niet meer. Oh. Nou, dit is het dorpsplein. Ik heb net een slaapje gedaan, een siesta gehad, en dat hakt er wel in. Dus ik deed het even in het Engels. Maar dit is dus het lokale plein. Super gezellig plekje. En nu gaan we 2000 trapjes naar beneden. Het is maandagmorgen en een heerlijke morgen om naar het strand te gaan. Dus we zijn onderweg naar een heerlijk strandje. Althans, dat denken we. Het is altijd weer spannend waar je dan uit gaat komen. We hebben de foto's gezien, dus nou, zijn de foto's net zo mooi als dat het echt is. Maar wat wel al echt zo mooi is, zijn, ja, moet je kijken, wat we onderweg tegenkomen. Schitterende kerkjes met die mooie blauwe daakjes. Ja, het is echt ultiem Griekenland. Maar ik stap nu snel in de auto en dan door naar het strand. Ik zeg, wat is papa aan het doen? Ze zegt, vloggen. Hey Poppy. Nou, we gaan snel verder. Ja. Ik ging een cappuccino halen en toen zei de barman, ja, maar je hebt mijn famous café frappé nog niet geprobeerd. Wat? Zei, ja, maar we willen eigenlijk gewoon cappuccino. Hij zei, nee, ga nou maar proberen. Als je hem niet lekker vindt, breng je hem terug. Lekker? Nou, hij is lekker. Hij is hier. Neem maar lekker water, ja. En echt leuk ook weer. Toch? Mm. Want weet je wat de truc is? Dat zag ik dus. Ik heb even afgekeken bij de barman, stiekem over zijn schouder. De melk doet hij opkloppen, maar dan met ijs in de blender. En dat doet hij er dan in. Dus daardoor is het melk ook gewoon lekker koud. En romig? En romig. Waar heeft er nog iets overheen gedaan? Bakker. Kaneel. Vers geraspte kaneel. Oh, het is zo'n lekker plekje. Ik vind het alleen een beetje druk. Dat vind ik wel vervelend. Bakker. Water, Filo, lekker water. Ja? Ja. Oh, prachtig. Papa. Mama. Oh, mijn mama staat hier ook mooi. Filo moet nog erg wennen aan de steentjes en het zand. Liever niet aan de voeten. Oh, dit is heerlijk. Deze. Ja. Lekker! Mooi water, hè? Lief meisje. Sasa. Mama daar lekker zitten, hè? Wil jij daar ook zitten? Ja. Ja, zullen we er samen heen lopen? Staan. Hop. Hop.
Ja, het idee was om een paar weken op Tinos te blijven. Ja. Maar we hadden al vrij snel door, dit is een heerlijke plek. Ja. Zullen we niet gewoon maanden blijven? Ja, dat kwam eigenlijk ook wel doordat onze host had ons aangeboden om langer te blijven. Voor, ik denk maar €300 per maand. Op die Airbnb. Ja, dus we hadden zoiets van, het is echt geen geld. Nee. Het was laagseizoen, in coronatijd. Dus, maar ook andere plekken waar we zagen dat het het werd gewoon heel toegankelijk om daar een huisje te gaan huren. Absoluut. Dus het idee wel zo een beetje gestart. Ja, precies, we hadden niet gedacht dat we hieruit zouden komen. Nee. Maar elke dag gingen we naar het strand, naar Petros, bij dat strandtentje. En dan vertelden we enthousiast, we vinden het zo heerlijk hier. Ja, we willen eigenlijk wel een paar maanden blijven, alleen nu zijn we dan op zoek naar een huis. En toen zei hij van, een vriend van mij heeft is een projectontwikkelaar, heeft een aantal hele mooie huizen te koop staan. En die verhuurt hij ook, ik bel hem al even. Nou, een half uur later stond Evangelus in de strandtent. In de zwembroek. En smiddag zijn we gaan kijken en we waren gelijk verliefd. Helemaal verkocht, maar ik had wel zoiets van, dat kunnen wij nooit betalen. Nee. Het is gewoon een vrijstaand huis, uitkijkend op een berg over de zee. Toen zei Evangelus, doe een bod en als jullie het echt heel mooi vinden, dan komen we er altijd uit. Maar moraal van het verhaal, als je iets wil en een droom hebt, gewoon uitspreken. Uitspreken, ja, dat is het wel. Het is wel weer gebleken. Het is vaker zo gegaan. En, is dit wel weer een mooi voorbeeld van, absoluut. Uitspreken dat we een huis zoeken en... Dan komt er weer iets moois op je pad. En wij rijden dan met de auto daar achter naar die hoge berg toe, niet helemaal. Dan halverwege ga je links achter die heuveltjes en daar is het huis waar we nu zitten. En daar hebben we dat fantastische view op het eiland Sirolsduin. Kijk eens. Wat is dat? Is dat een ezel? Een donkey. Stoi, waar is mijn mes aan? Hoe moet ik aan? Ja, zo. Het ligt mooi. Kijk uit. Wat is wel delicate. Ja. Hé, waarom? Oké. Nice. Evangelos en zijn vader waren zo vriendelijk om ons uit te nodigen voor een lunch. Dus we gaan lekker genieten. En we hoorden net dat hij een lamsvlees heeft dat al 4 uur in de oven is. Met aardappels en dergelijke. Fantastisch. Maar ook deze plek, deze studio van zijn vader, is al echt zo'n creatieve, mooie plek. Oh, wauw. This is beautiful. Met de potatoes, zie je dat? Ik heb die. 4 uur gegaard. Ja, zo mag je. Waarom met dat wel goed uit? Lekker rustig laten eten. Wat mooi om te zien, hè, schatje. Voor Eva. En een heerlijk liqueurtje. Ja, dit is volgens mij raki. Maar hij ruikt echt. He? Gewoon een plastic fles, dus homemade. Ik zou van die zo. Ik heb hem nog niet geprobeerd, maar het is wel echt lekker. Die zet je op je hoofd, omdat je jarig bent. Oh. Nee! Ja, net als Nijn, die krijgt ook een kroon inderdaad. Nee! En Filou ook. Oh, mooi. Oh, is dat prachtig. Een kroon, ja. Omdat je jarig bent. Nee! Net als Nijn inderdaad, die kreeg ook een kroon, hè? Hier! Ja. Wat mooi. Wauw zeg. Geweldig. Ja. Want dat kreeg jij vroeger ook toen je jarig was. Ja, dat kreeg ik ook altijd een kroon inderdaad. Heeft papa speciaal voor jou gemaakt, Filou? Met een 2 erop. Hoera! Filou is jarig. Vandaag. En naar je eigen tractatie. Oh, heel erg. Lekker, hè? Doe! Wordt er weer een appeltaart gebakken? Ja. Ja, dat is de tractatie van Filou. Want we gaan vandaag naar het strand. Naar onze lokale vrienden. Met het strandtentje. En we hebben ze beloofd wel een lekker stukje appeltaart te maken. Dus... Daar gaan we vanmiddag even lekker van genieten. Inventief moet ik zeggen, want je had geen deegroller. Nee. Dus ik heb de dopper gebruikt als deegroller. Hoe sustainable kan je zijn? Oh, zo is het. Ja, nieuwe appeltaart voor vanmiddag. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Hè, Filou? Filou is lekker aan het genieten. Ze heeft het helemaal zelf uitgekomen. Leuk, hè? Hartstikke goed, Robbie. Met trots op je. Nou, dat hebben wij ook. Ja, maar wel dat hij niet ondersteund wordt.
Wat jouw koffie is? Papa! Jasper! Wat is dat, Jasper? Zie je Jasper? Mitte! Mitte ook? Hallo, schatje. Oma? Dit is oma! Iedereen is nu aan het inloggen van de familie op Skype. En ja, bij de een doet de camera het nog niet. En dat horen we nu allemaal, dus dat is gezellig. Maar Filou ziet Jasper al en de neefje. En de neefje. Ja, en we horen opa en oma. Dus dat is hartstikke leuk. Een leuke manier om de verjaardag. Zometeen gaan we zingen, maar eerst maar zorgen dat iedereen in beeld is. Zijn leven lang. Hoera, hoera. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Ik schoon het mooi. Zo. Telefoon mee te kijken. Oma zit ernaast. Kom aan al die kaarten. Ja, mijn moeder, oma, die de allerliefste, die heeft pakketjes op laten sturen. Ik denk door familie. Dat we 10 pakketjes. En een pakketje. Ja, Piepakke. Echt zo lief. Piepakke. En gisteren is het gearriveerd hier op het eiland. Piepakke. Of 9 enveloppen erbij. Ja. Dus ze heeft het geregeld dat, dat iedereen naar ons adres hier op Tinos iets zou gaan sturen. Dus daar zijn we heel benieuwd naar. Echt zo lief. Ja. Oma. Nog een papiertje. Oma, openmaken. Openmaken. Oh, dat is een mooi cadeautje. Dat is leuk. Oh, geweldig. Ik wil hem even vastmaken. Oma. Van oma gekregen. Lieve oma. Lieve. Lieve, ja. Echt horloge. Dat is mooi. Mama. Openmaken. Mis je wel hoor. Oma ziet je wel lekker in de zee spelen. Fijne dag. Groetjes voor papa en mama. Dag! 2 kaarsjes op de taart. En voor jou deze kaart. Zuur! Zuur! Oh! Lekker hè? Lekker hè? Lekker hè? Lekker hè? Lekker hè? Lekker hè? Leuk, zeg je? Lekker. Nou, hij is op. Nou, dat is superleuk. Trakteren voor Filou een verjaardag hier op het strand met de familie bij elkaar die we hebben leren kennen hier. Ja, het is gewoon geweldig. En ze heeft gelijk een leuk vriendinnetje, dus ze spreken elkaar taal niet, maar toch ook wel weer wel. Ja! Superleuk. Nou, ik ga even lekker een coronatje drinken. Chakula. Ja? Are they alive still? Do you have to kill them? Van de avond worden we hier getrakteerd op een delicatesse, Griekse delicatesse. Het is zo'n zeeegel, waar, ja, die zwarte spikes. And do you know how the sea urchins move? Waarom? How they travel? I have no idea. They gather together, they become a big ball. And they stroll around. On the rocks or with the flow of the water? On the rocks. Wow. They roll down. Yeah. Like a big ball. Oh yeah. Het is echt een delicatesse. We hebben de tijd nodig om het te maken. Het is een klein beetje wat eruit komt. Een beetje vergelijkbaar met kaviaar. En het is net klaargemaakt voor ons. Dus we gaan het eens even proberen. Het ziet er echt fantastisch uit. Ja, ik heb het ook geprobeerd. Het is echt heel lekker. Het is echt fantastisch. Het is ook weer gewoon zo. Het is niet alleen het proeven van de zeeegel, deze delicatessen, maar ook gewoon de sfeer eromheen en de mensen die het voor je klaarmaken en de zorg die. En de liefde die erbij. De liefde die erin zit. Ja, echt heel, heel, heel leuk. Ja, dus. Geweldige avond. Fantastisch. Mooie afsluiting. Meer. Kom maar, hier nog een broodje.
Daar is die. Ja, het begint steeds kouder te worden. Steeds meer herfst. Misschien zelfs winter hier in Tinos. Dus een mooi moment om te zorgen dat we haardvuur kunnen gaan maken. En dus hout moeten gaan halen. Nu kan ik een hele pallet bestellen. Maar dat vond ik een beetje veel. Dus de oplossing was dat we even naar die man toe rijden. Samen met Evangelus, de man die ons het huisje hier verhuurt. En dan kunnen we de auto zo vol mogelijk laden, zei hij. En daar betalen we dan voor. We hebben gelukkig een redelijk grote auto. Nooit gedacht dat we hem daarvoor zouden gebruiken. De verhuurmaatschappij waarschijnlijk ook niet. Maar goed, hij is nu leeg. Dus op naar, naar hout halen. Zo, vámonos. Kijk, dat zijn die hele pallets. Dat is best veel. Gaan we niet opstoken. Dus we doen nu de auto vol. Kijk. Mooi stapel met hout. Hoppa, ziet er goed uit. Laten we zijn klaar voor de winter. Laat de kou maar komen. Nou ja, liever niet natuurlijk. Maar het kan nu gebeuren. We hebben genoeg hout voor de komende tijd. Nou, ik denk dat we vanavond de open haard maar gelijk gaan aansteken. En genieten van de warmte van zo'n van een open haardje. En ondertussen weer een machtige sunset. Ah ja. Nou, dat was het hout. Vind je het mooi het vuur? Ja. Ja, doet hij het goed? Ja. Leuk! Ja, dat was echt gewoon een heerlijke tijd en genoten. Nou, we gaan alles natuurlijk nog in een fotoalbum mooi plaatsen. En we kijken ook uit naar het boek. Ja, wat we besteld hebben. Dus dan laten we nog wel even zien hoe het eindresultaat is geworden. Wil je onze emigratie zien naar Griekenland? Dat kan je zien in die video inderdaad. Ja. En verder waren we benieuwd. Weet jij nog een leuke, unieke, onontdekte parel in Griekenland? Laat het in de comments achter. Of waar dan ook. Want, ja, altijd benieuwd naar mooie plekken. Ja, precies. Dus, ja. Dat zouden we heel tof vinden. En geniet van je dag. Volg je droom. En tot volgende week. Doeg! Doeg!